Oh. Ga jullie meenemen in het proces cavia kooi verschonen. Zodat ook gewoon de cavia's in hun kooi blijven. Want ja, zoals jullie weten hebben wij 3 honden en 2 katten. Dus ja, daar moet je ook rekening mee houden. Dat ze dus niet de cavia's opeten of zo vanzelf. Is niet handig. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst bij het bekijken hoe ik de cavia kooi aan het verschonen ben. Nee. Zo. Die gaat zo. Ja, wat is dat? Heb ik hier een stoffen blik? Zo. Dat is een dat ding. Zo. Dat is die. Dat is die. Mooi. Nee, maar ik heb jouw hulp wel even nodig, schat. Hier. Ja. Mooi. Dat je wel gewoon even alles in de gaten houdt. Nee, dat je dus daar gewoon met hun. En dat hun dus ook een beetje in de gaten houdt. Gewoon even alles. Lieve schat, dat gaat toch niet, hè? Dat dacht ik al. Ja, toch niet, hè? Toch niet lekker? Ik niet. Mag ik even een stoel, deze of zo? Tuurlijk. Laten we kijken voor de camera statief. Anders ga ik die even aan de kant. Dames, kom, even aan de kant. Zo. Ja. Zo. Kijk uit voor je gezicht. Ik hoop dat je in de camera belandt. Zo. Ja, ze mogen ruiken. Ik vind het niet zo heel erg. Nee, Speedy is wel al bijna en gaan slaan. Oké. Okay. Oppas voor het statief. Stop. Niet bij het statief. Goed. Slaan, maar dat ook. Maar dat ook slaan. Nee, Speedy en Speedy die was hier. Ja. Die wil bijna deze vriend slaan. Oké. Okay. Mag niet. Nee, dat weet ik. Nee, katten zijn wel de baas. Ja. Maar je ziet nou wel, omdat ze een heel stuk rustiger zijn nu ook hier. Mm-hmm. Dat draakje ze zelfs hebben met rust laten. Mm-hmm. Draak.
hoe doe je dit? Dit in dit hot take hadden we in het begin echt niet hoeven flikken dit. Dan was het gelijk drama hier geweest. Direct al. Oké. Okay. Is hij dus nou leeg, wat jullie wel kunnen zien? Bijna, deels. Hoe durf je? Ja. Je zit ook eronder hoor, Sven. Weet je dat niet? Lekker even zo'n verse keutel neerleggen hier. Top. Lekker. Mag ik erbij? Schat, kom. Jij ook even aan de kant. Dankjewel. Ja. Ik ga jullie kooi een beetje anders indelen, vind ik leuk. Zo. Die zak is vol. Alsjeblieft. Dan heb ik deze. Kattenbak moet ook, hè? Weer morgen even of zo, helemaal goed schoon. Nou, jongens, ga je uit? Doe eens lief. Samen kunnen we dit aan, hè? Ja, ja, samen. Jullie krijgen nog wel meer, hoor. Geen probleem. Lekker veel, hè? Mag ik er dan wel even bij, heren? Van het goede leven, dankjewel. Nee, meneer. Dank je. Ja, en jullie zijn het huisje hier gewend, maar het huis gaat ergens anders staan. Ik vind het helemaal leuker. Zo. Belee. Je stond even achter mij, schat. Niet zo fijn. Heren, inderdaad. Het huis komt hier te staan eens een keer. Vind ik veel helemaal leuker. Zo, dan het hooi. Ja, die komt zo meteen. Rustig maar. Ik pak gewoon even anders indelen. Super leuk. Ja, mag ik erbij? Kom, vriend. Lekker zo. Even de bak er weer bovenop. Alleen die fles moet even schoon. Zo. Zo.
komt zo wel weer. Kijk, hartstikke mooi. Vleesverleding. Interessant, hè? En dan pak ik even voor. Ja, dat is het allemaal, hè? Ja, leed. Zal ik maar eventjes aan de kant gaan, schat? Kan ik er ook gewoon bij. Vent, kijk eens. Zo. Mag ik voor jou een schaar trouwens even overigens? Ah, wacht maar even. Ja, echt wel. Ja, we moeten sowieso even binnenkort nog even twee flessen kopen. Want dan kunnen we ze even ook nog even, gewoon even uitkoken. Ja. Omdat het met die warmte. Want en dan. Zo, die kattenbak, waarom als je.
Ja, denk het. Nee, dat werkt niet, hè. Maar ik merk nu ook en dat ze allebei wat meer lopen en door de kooi heen. Hi kind. Kijk dan, kom dan. Ze lopen echt allebei veel meer. Door de kooi heen. Ja, en nou kennen de kijkers jullie ook wat meer maar en zien, hè? Het huisje te trekken. Ja, dat gaat dus nu niet. Dat vind ik het leukste. Dat ze bloemkool afval lekker vinden, zegt hij. Hoe maak je een kaviakooi schoon? Hè? Nee, maar heel veel mensen die hebben zoiets van, oh ja, honden, hoe maak je het schoon? Nou, zo. Nou, en hoe krijg je een kavia, dus zijn kooi uit? Nou, gewoon zo, dus. Ja, zijn kooi uit en zijn huisje uit. Hij maakt zich ook helemaal lang ook, hè? Weet je wat dit voor is? Nee. Dat is kaviavoer. Nou, ik hoop dat jullie het onwijs interessant vonden. Zo ja, ik zou zeggen, doe dan vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En doe het belletje aan, dan blijf jij zeker op de hoogte met alles wat ik bij online plaatsen. Dus ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Sowieso. En tot de volgende keer. Doei doei!